En ik weet dat ze heel blij gaat zijn. Jij vindt het zo ook heel leuk als je het ziet. Hoe doe jij dat, dame? Ik denk dat ze gaat surfen. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik wou bijna zondagochtend zeggen. Ik kom wel gisteren zo hard gefeest hebben. We zitten samen op de bank, Sarah zit er ook. We zijn aan het ontbijten. En daarna gaan we alles verder klaarmaken voor Sarah de verjaardag. Ik zal ze ook even laten zien hoe leuk het allemaal is geworden. Hoe vond jij het? Leuk. Ben je er blij mee met de versiering? Ja? Is het wat je hoopte? Of is het minder, of is het meer? Ietsjes meer. Oh, wel ietsjes meer. Dan ik dacht. Nou, dan hebben we het goed gedaan. Ja, lekker tegenlicht, maar we hebben dit helemaal unicorn gemaakt. Allemaal van die twister dingetjes, hoe ze ook mogen heten. Die ballonnen daarin. Deze hele grote knuffels hebben hier te decoratie staan. Voor de tv hebben we dadelijk nog wat dingetjes staan. De boekenkast heeft ook een extra slinger gekregen. En deze vinden we echt heel cool geworden. We hebben gewoon zelf een ballonnenboog gemaakt. Nou, niet helemaal zo netjes als het kan, maar toch ben ik wel heel trots. Het is een regenboog. Ja, het is een pastel regenboog unicorn ballonnenboog. Nou, helemaal geweldig, toch? Nee. Dus, en we hebben die kleden ook gedaan. We hebben nog op plekjes allemaal klein. En hier hebben we ook nog een unicorn tafelkleed erop. En ook allemaal dit soort kleine decoratie dingetjes. Hier hangt die ook. Zelfs de servetjes zijn unicorn. En als deze op zijn, liggen daaronder nog deze. Ik heb er zelfs nog meer. En zo hebben we ook allemaal dit soort dingetjes. En Marco is nu de boodschap aan het halen. Die komt dat zo hier brengen. Dan ga ik de taart en de soep maken. Dan gaat hij de grote taart halen. En echt die tuin moet echt gedaan worden. Maar het regent. Ja, al die stoelen regennat. Dus ik ben echt niet blij daarmee. Nou, we gaan beginnen in de keuken. Sarah gaat mij helpen. En ik ga de taart maken en Sarah gaat alvast beginnen met dingetjes in de soeppan doen die erin moeten. En zo gaan we even door elkaar zorgen dat we alles kunnen doen. Met een klein beetje assistentie van Sarah kan ik namelijk alle twee tegelijk doen. Ja, die moeten erin en die vier zakjes. Snacktijd. Marco is de tuin aan het afdekken nu. Dus ik hoop dat het zo allemaal gaat werken, want het is echt rot weer. We zijn even in de Land of Chaos, want hier staan nog allemaal spullen van gisteren in Sarah de kamertje. En Kaylee is er, die is onze reddende engel vandaag. We hadden echt een kledingdilemma, want Sarah had een andere outfit, ik had een andere outfit, maar het werkte allemaal niet toen we het aan hadden. Dus hoe vaak hebben we wel niet geswitcht, hè Sarah? En Sarah zit in trans, want die is Kaylee de telefoon kapsels aan het bekijken. En inmiddels gaat het over zwangerschap.
Oh, we zijn even een stukje... Nou, Mop, daar vind ik je toch even iets te jong voor. Zullen we dat nog even niet doen? Oh. Ik heb deze. Oh, kijk hè. Ja, zoiets wil je, hè? Ja, heel dat cool. Wil ik helemaal. Heel cool. En ik zie dat mijn batterij gaat knipperen. Zo verschrikkelijk veel gefilmd, net al. Dus ik ga jullie opladen. En ik zie jullie dadelijk gewoon tijdens het feest weer. Zijn we over de top unicorn of niet? Oh, kom maar goed. Ik kan dat hebben we gedaan meer met opa Wim. Opa Piet. Oma Hei. En oma Orlando. En het is een heel zwaar cadeau. Je mag het zo uit gaan pakken. En oma heeft ook nog eens al het zware sjouwen voor je gedaan. Ik denk dat dit alles is. Nou, heel de ochtend al. Wat is dat cadeau? Ga maar openmaken. Het is voor jou, voor je verjaardag. Ik weet wat het is. En ik weet dat ze heel blij gaat zijn. Jij vindt het zo ook heel leuk als je het ziet. Hoe doe jij dat, dame? Oh, ik denk dat ze gaat surfen. Een klimrek. Ja. Hoe graag wilde jij dat? Laat hem maar liggen, laat hem maar liggen. Liggen, Mop. Papa helpt u eens even, want ze willen hem heel graag. Laat een klimrekplaatje op. Oh. Hoe cool is die? Je eigen turnrek. En wat? Kijk eens. Wat daar ligt, dat hoort er allemaal bij. Dat is nog zwaar. Heel zwaar. Dus. Scheur het maar gewoon open, Mop. Papa haalt dan elke keer de doos er af. Daar heb je een papa voor, toch? Je mag zo op dat hoekje op de tafel tegen de muur. De matten. Ja, zo. Appa, dat is één. En je zou net de schouw overlanden. Noah, ga jij het zeggen? Dat kan jij, hè, Noah. Dan weet je hoe zwaar het is. Ja, die tegels even onder de tafel en die doos dan op de tafel zo. Kan we ook achter de tafel zetten. Steekt hij er nog steeds een stukje uit. Ja, ik kom deze week niet meer. Of vorige week. Hé, hey Sarah, hoe blij ben je? Ja, dat wil ik zien. Probeerde ze net al. Til hem eens op. Pas op voor je voeten. Nou, die krijgt ze niet omhoog. Dat krijgt ze hem omhoog. Die eerste. Nou, dat is niet ook. Zie. Ja. Oh, kind is sterk. Sterk. Oh. Heb je het naar je zin? Hallo. Wat je doet. Ja. Wij zouden dan. Wauw.
Zo, kijk naar je Hoi, daar is hoor. Hallo. Natasja. Welke denk je dat nieuw is? Ik denk die. Deze. Echt? Ja, die is schattig, hè? Zo, zo. Leuk. Oké, wil jij even mijn stukje maken? Moet jij van voor doen, hè? Dat ga ik gewoon even uitdoen. Papa gaat. Als je het niet wil, mag ik het eerst spelletje uitleggen. Hij heeft gekke kleren aangetrokken. Kijk hoeveel ik heb gekregen. Oh, hoe doe je dat? Ja, jij houdt er niet meer veel te maken. Het is echt heel leuk. Het lijkt of mijn papa met mama is, maar dat is dus niet waar. Wat mama is, daar. Hier, maar je mist me. Nee. Hier ben ik. Ja, wie filmt het plafond? Ja, je filmt het plafond. En nu alleen mijn buik. Hier! Toch alweer heel veel cadeaus vergeten. Maar dit, in ieder geval met de opzetten, want die heb ik al opgeruimd. Maar dit is een deel van wat ze heeft gekregen. Veel kleertjes vooral opgeruimd en cadeaubonnen. En hier ligt ook een klimrek, maar die hebben jullie natuurlijk voorbij zien komen. Dat is wel echt tof. Ze heeft hele leuke dingen gekregen. Iedereen is ondertussen naar huis. Ik begin met een stuk opruimen, maar ik heb echt geen zin om vandaag alles te doen. Het is echt te veel. Ik heb zoveel weer opgeruimd en gedaan. We hebben wel ondertussen al een heel stuk weg en leeg, maar dat is gewoon zoveel. Ik denk, ik probeer die dingen, deze, die heb ik geleend, omdat ik in ieder geval alles kan slagen. Ik hou even de druk eraf, maar ze willen niet leeglopen op de een of andere manier. Terwijl dat wel moet kunnen. Ik wil niet iets kapot maken wat het niet van ons is. Maar goed, ik ruim nog een stukje op. Ik ben... misschien niet heel handig om erheen te krijgen. Ik ben super moe van dit weekend, maar het was wel echt heel erg leuk. Alles met Sarah's verjaardag. Kinderfeestje was gisteren ook echt super geslaagd. En vandaag was ik heel gezellig. Ze is mega erg verwend. Ik heb meestal wel opgeruimd, maar op de reservoir heb ik daar allemaal nog dingen staan waarvan ik gewoon niet weet waar ik ze moet zetten. Maar echt morgen weer een dag. Ik heb daar even de energie nu niet voor. Op de eettafel staat half, maar er staan ook daaronder nog cadeaus. Dus ik kan mijn eetkamerstoelen ook niet op zijn plek zetten nu. Echt heel handig. Oh, ik ga zo een paar slingers afhalen. Ik ga in ieder geval dit is niet van ons. Dit doe ik eerst. Doe ik in die zak, want dat kan gewoon teruggegeven worden. En
dan ga ik even kijken wat ik nog van ons schoon weghaal. Maar dan is dit in ieder geval vast uit weg. Dat scheelt gewoon een hoop. En dan... ik ga denk ik zo lekker slapen. Morgen ook weer echt een drukke dag. Want toen Sarah is geboren, is bij mijn vriendin dezelfde dag ook de dochtertje geboren. Dus behalve dat Sarah jarig en mijn moeder jarig is die dag, is zij ook jarig. Die vieren het morgen. Daarvoor is er ook nog een kinderkleding evenement, zeg maar. Daar wil ik heen. Dan aan mijn opa. Het is mijn oma sterfdag, dan die verjaardag. Dus dan is het ook echt 's ochtends vroeg, 's avonds later weg. Maar ja, het is allemaal morgen. En dat, het kan niet op een andere dag. Dus... Sorry. Ja, ik ga even wat doen, anders dan val ik op nu. Het grootste gedeelte van de versiering is eraf. Alleen de boog, die moeten we echt even samen doen. En de lange vlaggenslingers zijn ook met twee wat makkelijker. Dus die heb ik even laten hangen. Oh ja, en daar nog twee opblaasdingen zie ik nu. Die had ik niet eens gezien, echt heel erg. Verder is wel alles weg en ik ben echt kapot. Dus ik ga naar mijn bed. Ik hoop dat het een leuke vlog was. De kinderen hebben ook echt heel veel gefilmd vandaag. Dus ik heb niet echt heel veel idee. Maar goed, laat een duimpje achter. Klik op abonneren en zie ik je morgen.